Noa Peters uit Nijmegen is finalist voor de Miss Gelderland verkiezing. Met haar deelname wil ze laten zien dat ware schoonheid in zelfvertrouwen ligt. Noa wil anderen van haar generatie inspireren dat je niet altijd maar aan de oude schoonheidsnorm hoeft te voldoen. Ja, ik doe mee aan Miss Beauty Gelderland. Eigenlijk vind ik het gewoon heel erg belangrijk dat je jezelf accepteert zoals je bent. En voor mijn persoonlijke groei vond ik het gewoon heel erg mooi. En dat is eigenlijk de reden waarom ik mij heb opgegeven. Ja, ik vind het gewoon mooi om nog sterker te worden als een vrouw zijnde dan ja, hoe sterk ik nu eigenlijk ben. En dat vind ik dan gewoon mooi in het proces om nog door te mogen groeien en achter nog meer dingen van mezelf te komen als vrouw zijnde. Ondanks dat ze streeft voor de kroon, heeft ze ook een ander doel. Ja, natuurlijk wil ik wel heel graag winnen. Maar ik denk gewoon dat het mooi is om achter nog meer dingen voor jezelf te komen. Omdat niemand praat echt over zijn of haar gevoelens. En ik denk dat we dit gewoon iets meer kunnen gaan doen. En ook wat betreft onze lichamen. Het is gewoon, we verschillen allemaal. Dus elk lichaam groeit anders en wordt ook een andere vorm. En dat is eigenlijk de reden waarom ik mij heb opgegeven. Zelfvertrouwen is er nog niet helemaal, maar ik denk dat niemand dat heeft. Maar ik geniet gewoon echt van de zondagen dat we de trainingsdagen hebben. En elke keer leer je weer opnieuw iets bij. Dus dat pas ik dan ook weer toe in mijn dagelijks leven. En dat vind ik wel heel erg fijn. En mooi ook. De laatste jaren heeft de schoonheidsnorm een andere koers genomen. Vroeger, als je echt kijkt naar 1970, 1980, zag je voornamelijk hele slanke meiden die wonnen of die meededen. En ik denk nu dat het juist heel erg mooi is om ook te laten zien dat de meiden die wat voller zijn, dat ook mooi is. Dat die ook een plaats kunnen winnen of mee kunnen doen. En ik denk dat dat wel ook echt het ideale schets heeft gemaakt voor in de misverkiezingwereld. Voor jongeren die worstelen met zelfacceptatie heeft Noa een zekere boodschap. Trek je er niks van aan wat anderen van je vinden. Want ik heb ook heel veel verwijten naar mijn hoofd gekregen dat ik dik was, dat ik lelijk was en dat er nooit iets van me terecht zou komen. Maar look at me now. Dus dat is echt iets wat ik je mee wil geven. Luister daar gewoon niet naar. Ga altijd voor het positieve en nooit voor het negatieve.